Auditeur militair Roy Elgin heeft vandaag tijdens de zitting van de krijgsraad in het 8 december strafproces vrijspraak geëist tegen de verdachten Dick de Bie, Errol Alibeuks, Winston Caldeira en Imro Themen. De Bie was in december 1982 hoofd van de Nationale Voorlichtingsdienst NVD, die toen verklaringen van Jozef Slagveer en André Kamperveen heeft opgenomen in Fort Zeelandia. Hij ontkent, evenals de drie andere verdachten, iets te maken te hebben gehad met de moord op de 15 Surinamers. De advocaat van de nabestaanden, Hugo Asset, geeft aan dat zij niet hadden verwacht dat er vrijspraak geëist zou worden. Dit komt door het ontbreken van bewijzen. Het probleem is dat wij als nabestaanden niet een bijdrage hebben mogen leveren aan het voeren van het bewijs, het vinden van het bewijs. U moet het vergelijken met dat je een arts bent, maar je kan een patiënt niet onderzoeken. Dan kun je achteraf gewoon niet vaststellen of die patiënt nou wel of niet ziek is. Wij hebben geen bijdrage mogen leveren aan het bewijs, aan het onderzoek. Dus wij kunnen ook niet met zekerheid vaststellen of de conclusies van de auditeur militair terecht dan wel niet terecht zijn. Wat we wel kunnen vaststellen is dat de auditeur militair op een serieuze manier alle getuigen die tot schuld zouden concluderen heeft geplaatst naast alle getuigen die tot onschuld concluderen en dat hij een aantal beginselen van het strafrecht heeft toegepast. Namelijk als een één verklaring zegt ja en een andere getuige zegt nee, of er zijn twee getuigen die zeggen ja en twee getuigen die zeggen nee, dan gaat men in het strafrecht vanuit dat de verdachte in ieder geval, zoals het populair gezegd wordt, het voordeel van de twijfel moet hebben. Hoewel de nabestaanden enorm teleurgesteld zijn, moeten ze zich wel neerleggen bij de eis van de auditeur militair, meent Asset. Hij zegt verder te hebben geconstateerd dat tegen verdachten zonder een militaire achtergrond, die dus niet behoren tot de groep van 16, er vrijspraak wordt geëist. Maar in grote lijnen kan je dus wel zeggen dat naarmate iemand lid is van de groep van 16, het erop lijkt dat men schuldig wordt geacht. En naarmate de verdachten geen militair zijn, al dan geen band hadden met de groep van 16, lijkt het dat de auditeur militair richting vrijspraak gaat. Dat is dan in grote lijn, maar ik kan dus dat niet als een vaste sleutel tot redeneren gebruiken. Dus ik kan niet concluderen hoe dat in de komende gevallen die er nog moeten komen of diezelfde lijn ongeveer terug te vinden zal zijn. Maar het is eerlijk om te zeggen, het is objectief om te zeggen dat dat de lijn lijkt. Hugo Asset, advocaat van de nabestaanden na de zitting van de krijgsraad. Auditeur militair Roy Elgin heeft vandaag in het 8 december strafproces vrijspraak geëist tegen de verdachten Dick de Bie, Errol Alibeuks, Winston Caldeira en Imro Themen.